Het bloemetje van de week wordt mede mogelijk gemaakt door bloemenboutique La Fleur. Het bloemetje van de week. Het regent. Het is snert weer, zoals de Bossenaar daar zegt. We zijn in Rosmalen van de gemeente Den Bosch. We gaan namelijk naar iemand die 50 jaar lid is van een bijzonder clubje. De Vrolijke Deurtrekkers. En dat is Jan. Jan Rijmakers. Hij woont samen met zijn vriendinneke Riet. Riet Meurs, hier in deze straat. Het is nog even zoeken, want we weten niet precies helemaal zeker wat het juiste adres is. Maar daar komen we heel snel achter. Ga er mee? Hebben we het gevonden? Dingedong. Jan, moet ik hebben. 50 jaar lid, dat is al een hele tijd. 50 jaar. Hallo? Hallo! Kijk eens, die is lelijk. Kijk hoe volk. Wat dacht je nou weer, Riet? Ga wel niet op dat ding. Nee, maar ik moet hier dus zijn. Ga dan weg. Achter de gordijn staan. Jan, toch? Dat klopt. Mag ik even zitten, Jan? Ik neem niet meer zijn plaats in dat ik dadelijk echt gewoon slaande ruzie krijg. Oh, daar ga ik zitten, maar ik wil niet in beeld. Jan, een bloemke. Ik bewust even niet in de Oeteldonkse kleuren, want 50 jaar lang lid van een club is natuurlijk niet altijd carnaval. Nee, niet altijd. Nee. Dus het is het een aan het andere. 50 jaar lid van een club, dat is nogal. Ja, dat is een bar. Hoe ben je er ooit bij gekomen? Nou, mijn schoonouders waren vroeger die aan dat clubje eigenlijk een beetje opgezet. Het clubje de Vrolijke Doortrekkers? Het clubje de Vrolijke Doortrekkers opgezet. Mijn schoonvader, toen die tijd, die waren er ook bij. Maar de vrouw waar ik mee ging dan, of dat is, die mocht geen lid zijn of er moest iemand bij zijn. Nou, en ja, daar was ik toen geworden en dan ben ik gewoon lid geworden. Je bent een beetje verplicht? Ja, in het begin? Eigenlijk wel, ja. We waren nog jong en we deden van alles. En, hoezo van alles? We deden het allemaal vroeger dan? Een beetje uitgaan. Beetje dit, beetje daar. Zeg de vrouwtjes aan. Van alles een beetje vuil. Ik hoop dat jouw vriendin niet kwaad wordt hoor, om de uitspraken die ik doe. Ze is een lekker bakse koffie aan het zetten in ieder geval. Die weet nog niet alles. Die weet niet alles. Maar we zijn nog niet weg, Jan. dadelijk ligt hier alles op tafel, Jan. Ja, maar ik zeg niet zoveel. Nou, dat weet ik niet, Jan. Jan, 50 jaar lid van de Vrolijke Doortrekkers. Ben jij ook muzikant of ben je gewoon lid? Nee, ik ben wel eens een beetje muzikant geworden. Een beetje maar niet echt. Nee, niet echt geweest. Beetje gedaan en klaar. En ik heb nooit zin in gehad. Niet allemaal niet instrumenten? Tijd voor, ik was met het spul bezig met de zaak. En, wat doe jij dan? Ik heb mijn stratenmakerbedrijfje gehaald. Nog steeds of niet meer? Nou niet meer. Sinds, met stratenmaker, je het wel van aanpakken? Sinds 6 weken voor de vakantie ben ik eruit gescheiden. Dus, hoe is met de rug? Goed. Nooit zo'n goede gehad. Waar moet ik nou weer? Ik wou vragen hoe het met zijn rug was en dan was de volgende vraag, gaat het allemaal nog in bed? Maar ik durfde dan niet meer te vragen hier. Nee, ik heb de gerust. Nou, wij weten van niks. Ja, jullie zijn familie, jullie willen dat gewoon niet weten. Nou, dan ga ik het ook niet vragen, Jan, maar hoe gaat het verder met het leven? Want je bent gestopt met werken, er valt er dan niet in een gat? Ik heb een beetje tijd over nou. Dus, wat doen we samen zo? Ja, eigenlijk niks. Eigenlijk. Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Een beetje de zaken opruimen en een beetje verkopen en een beetje wegdoen en klaar. Gewoon rust. Hoe oud ben je nou? Ik word nu in september word ik 68. Dus je was een beetje zo rond de 18 toen je lid van de club werd? Ja, ik werd 18. En? Ik vertrouw daar hier helemaal niks achter, op de een of andere manier. Ik weet. Ik krijg hier de koffie in mijn naak. Dan sla ik jou voor op billen. Ja, dat mag. Ja. Flinke hand hebben. Je moet een flinke ijzer zonder dikke kont op. Ja, nou. Dat valt wel mee. Hey, op een gegeven moment kom je nou een vriendinnetje tegen. Hoe is dat gebeurd? Ook via de club, via de carnaval? Nee, eigenlijk niet via kennis van de rol van de club of zo'n caféke. Daar kwam ik veel en daar was zij ook gekomen. En
ja, best een beetje aan de racht. Hoe lang al? Je zit er nou al 8, 9 jaar, denk ik. Nou, volgens mij 10, 11, maar geeft niet aan. Nee? Niet? Nee, 8, 9 jaar. Dus niet meer kan vallen. Gewoon zo. Gewoon tegengekomen? Ja, ik kwam bij Rolof, die kende wel, denk ik. Nou, en, ja, daar kwam zij ook. En dus een beetje aangerold. Even klaar. Jan, welke muziek vind ik er zelf mooi om naar te luisteren? Ja, ik vind Hollandse muziek, hè. Maar is nou echt, heb jij een echt favoriet liedje waar ik jou blij mee zou kunnen maken? Hoe zei je? Marianne Weber, die nieuwe plaat. Dus een mooi liedje van Marianne Weber. Heeft ze nu uit met Willem Bart samen. Maar die heb ik nog niet gehoord, denk ik. Ja, die gaan we... We gaan eens gewoon even, Jan, we gaan even een mooi liedje laten luisteren van Marianne Weber. Ik kom er dadelijk even terug. Kun je nou verdrietig om worden? Ja, want het is altijd natuurlijk feest en met een clubje, lekker dweilen, gezellig de stad door, altijd muziek. Muziek is gezelligheid. Maar op momenten dat je even alleen bent, waar kun je kwaad en verdrietig om zijn? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik word eigenlijk nooit kwaad. En verdrietig? Verdrietig, ja. Ook af en toe een beetje, maar dat zit er niet, denk ik. Nee, ben ik een binnenvetter? Ja, een beetje zo. Een dreugen. Ik werk het zo gelijk een beetje op. Je gooit het gewoon onder, je bent gewoon, als je die aardbol aan het stofferen was, dan legde het gewoon onder de stenen, dat verdriet. Ja. Ja, op het werk, daar kon ik nog wel eens uitvallen, jammer. Gewoon omdat iets niet goed ging? Of? Als het niet goed ging, of na het iets, ja, dan kon ik nog wel tierlijk uitvallen, jammer. Verder is valt wel met mij, denk ik. Je bent een rustige mens, jij. Ja, dat moet ook wel. Dan moet ik mijn eigen druk over maken. Nou, nee, dat is ook zo. In het huishouden hier, zo, jouw vriendin Riet, die is bij Veller. Ja, die is... Dat is dus daar heeft... Het is een beetje... Twee aparte gevallen, ja. Zij is van Veller, als ik kan. Ja, precies. Heb je een hoorapparaatje trouwens in? Ik heb geen... Of heb je geen hoorapparaatje? Nee. Zullen ze al aankomen? Oh ja, daar komen ze al aan. Ik hoor een clubje. Ja, ik was ook, ja. Is het... Mag de deur even open, dat we ze goed horen? Ze komen jou aan de serenade brengen, Jan. Ja. Is dit het typische geluid? Kun jij het geluid eruit horen? Als je de club niet zou zien, kun je dan precies horen dat ze het zijn, ja of nee? Ja, nou niet precies, maar wel. Ja. Ik kan wel daar wel ophalen. Ja. Ik zie de dreugen toch traantjes in zijn ogen krijgen. Nou, ik ben wel sentimenteel, maar dat wel, ja. Zullen we er naartoe gaan? We gaan er gewoon naartoe, kom op. Ja, en Jan die hier heel dreug zat te zijn, is nou toch even geëmotioneerd met het bloemetje en de serenade. Die hij gaat krijgen.
stil. Hè. Laat hem maar een beetje op zich afkomen. Maar 50 jaar is wel een hele tijd. Ja, zeker een hele tijd. Ja, maar dat doet hem wel hoor. Dat zat er straks wel. In één keer, hè? Ja, dat doet hem wel goed. Ja, dat zegt hij niet, maar merkt het wel aan. En wat doet het dan met jullie als dochters, als je dat ziet? Ja, als je vader emotioneel wordt, dat is altijd wel ja, fijn gezicht om te zien. Ja, fijn, ja. Natuurlijk, goed. Mooi, 50 jaar. Wat is de mooiste eigenschap van jullie pa? Ja, dat hij lief is. Hij is gewoon lief en zorgzaam. Zorgzaam? Ja. Ja, altijd voor u klaar. Nou zie ik het bij jou ook. Ja. We zijn allemaal een beetje uit dezelfde hout gesneden. Ja. De emotie zit heel dichtbij. Ja, je zit vooraan. Ja. Maar dat mag ook. Ja, dat vind ik ook. Hij heeft ook wel verdiend. Maandag zit hij te kijken naar de televisie, want dan gaan we dit uitzenden, want het is nu zaterdag. Wat is nou het fijnste wat je tegen die mens kunt zeggen? Dat ik van hem hou, dat hij mijn vader is. Ja, dat ik ook van hem hou. En hij is een geweldige opa voor onze kinderen. De beste? Ja, de allerbeste opa. Ja. Nou, geniet er nog even van. Droog goed tranen, Piero. Oh, Piero. Wat doet dit nou met jou, Jan? Ja, dat weet ik niet. Ik zag net... Ik krijg altijd wel mee gemoeten hebben. Een beetje mee aan toppen, hè? Een beetje. Nee, maar gewoon het feit dat ze hier allemaal bij jou staan. Ja. 50 jaar in de club. En een serenade komen brengen bij jouw 50-jarig jubileum. Want we praten hier nogal over iets. 50 jaar, dat is een tijd. Dat is een hele tijd, ja. Dat is, En ik zag net toch ook die traantjes komen. Onder, maar dat jij als droogkloot bekend staan. Maar ik zag ze wel. Ja, wel. Maar ik ben ook vrij sentimenteel wat dat betreft. Dat mag ook gerust, dat mag ook gerust. Muziek daar raakt. Een beetje aangeleid, muziek daar raakt ook, hè? Ja. Langzaam. Hiep, hiep. Hiep, hiep. 50 keer, hè? 50 keer, hiep, hiep, jongens. Kijk, de felicitaties die komen nou. De voorzitter feliciteert Jan. 50 jaar lid van de club is toch een heel bijzonder moment. Zeker het bloempje van de week verdiend. En een prachtige serenade door zijn club, de Vrolijke Deurtrekkers of Doortrekkers. Club die nu natuurlijk naar binnen gaat. De bakjes koffie worden gezet. Waarschijnlijk wordt er ook een borreltje en een drankje gedaan. En dat is het moment van TV73 om te zeggen toedeledokie, tot de volgende keer. We gaan weer door naar het volgende bloemetje. Heb jij iemand die het bloemetje van de week verdiend hebt? En wij kunnen daar naartoe. Iemand die het bloemetje verdiend heeft omdat hij veel voor een mens betekend heeft. Omdat ze 50, 60, 70 jaar getrouwd zijn. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Iemand die het bloemetje meer dan verdient, stuur dan een berichtje naar 0@tv73.tv. Want wij gaan het heel graag voor u aan die persoon aanbieden. En dat filmen we natuurlijk ook onder het genot van een lekker bakje koffie. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dit was het Bloemke van de Week vanuit Rusmolle bij Jan Rijmakers, 50 jaar lid van de Vrolijke Doortrekkers. Het Bloemetje van de Week wordt mede mogelijk gemaakt door Bloemenboutique La Fleur.